Yo guys, Kletsch hier met vandaag een nieuwe video en vandaag speel ik terug Dream Fever. De vorige keer waren we hier gebleven en de vorige keer hadden we onze trucks geïnstalleerd. Al ja, paarden eigenlijk. En zoals je ziet zijn die volop, nu zijn die allemaal hout gaan halen en die gaan allemaal naar hier brengen. Nu, is me iets opgevallen en ik had op het bedrijf geklikt. Ze zeiden proberen meer hout te leveren. Dus dat ga ik ook proberen. Dat is vrij logisch, denk ik. Wat mijn plan is, is om meer trucks te kopen. Dus nog 4 extra trucks. Maar wat ik ook zag, dat er echt heel veel personen zijn die de bus nodig hebben in deze stad. Dus had ik het idee om nog een bus toe te voegen. Ook al hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bussen. Dat gaan er gewoon 8 worden. Wat ik ook nog wou zeggen is dat ik een oplossing heb gevonden voor de trein. En onze trein is in een perfecte positie, want hij net in het station is aangekomen. En er wacht echt overdreven veel mensen. Ik heb ook een trucje gezien om te kijken hoe dat trein rijdt. En als je op spoor klikt, dan kun je dat gewoon blijkbaar zien. Wat we nu gaan doen is eigenlijk gewoon heel simpel het basisprincipe van een trein switchen. Nu, de trein die komen in op deze spoor. Dus dan moeten we ervoor zorgen dat de trein in naar die richting moet rijden, zeg maar. Ja, oké, dat was moeilijk om te zeggen. Dus nu gaat hij ineens op deze perron en ik zou eigenlijk niet weten waarom. Oké, dan, dat is eigenlijk wel makkelijker. Bedankt, trein. Je werkt iets mee. Oké, dus eigenlijk wat ik me nu besef is dat ik het verkeerde spoor heb weggedaan. En dat ik dus even dit moet doen. Zo. Oké, ja, ik kan het gewoon hier al doen. Oké. Dus wat de bedoeling is. Look out, guys. ding dat het zo is. En dan moet er hier ook een stoplicht. Ja, het werkt. Oh my god. Oké, en kijk dat hij dat echt wel helemaal juist doet. Oh, ik ben echt veel te blij nu. Ja. Ja! Ja! En we laten alles terug verder doen. En nu ben ik trots op mijn eigen. Oh jongens, toch. Ik heb even de tijd wat versnellen om te zien dat je dat zeker echt al gaat doen. Oké, mooi. Oké, wat ik dus nu ga doen, nu ga ik dus eerst nog een nieuw busje toevoegen. Net even dat er malaria stond, maar het is gewoon mala. Oh my god. Dus ik ga een nieuw busje toevoegen. Die gooien op de route lang. Oké, echt gooien. En dan doen we paardenkoetsen, chocomelk. En hout, dan doen we er 1, 2, 3, 4... En dat is truckroute 1.1. Oké. Oh, ik ben echt... Eindelijk gaat de trein eens gebruik maken van de twee sporen. Oké, er zijn echt al heel veel pakketjes. Dus ze zullen er wel werk wel hebben. Ze produceren 29... Ja, er staan echt wel veel goederen te wachten. Trucks rijden gewoon hier en... Oh, cool. Dat wist ik niet eens. Dat is wel handig. Oké, dus wat ik nu wou doen... Is eigenlijk ervoor zorgen dat deze gast... ook pakketjes gaat leveren voor deze stad, Vine Chakker. Of weet ik veel hoe je het noemt. Nu, ik was ineens even aan het zien op de map en ineens zie ik hier olie. En zie ik hier iemand die voor olie pakketjes maakt. En dat is echt veel dichter. Dus dan ga ik deze morgen wel olie laten maken. Dus dan gaan we hier een olieverbinding maken, maar wel met een trein natuurlijk. Ja, proberen. We zullen wel zien wat het wordt. Is het eigenlijk hier niet nodig om, om er een ding van te maken? Hè? Een trein, want het is echt wel dicht genoeg. Dan ga ik hier een busdepot bouwen. Daar ook een busdepot. Dan wel hier. Oké. En dan gaan wij een nieuwe truckroute moeten aanmaken. Als mijn trein trouwens. Ik wil zien dat hij langs de andere kant terugrijdt. Oh shit, kijk hoeveel paarden. Dus nieuwe route. Truckroute 2.1. Station toevoegen van een die. Van een. Ah jongen, echt. Van die naar die. Dan gaan wij nog een nieuwe route doen.
Het is echt wel, begint echt wel ingewikkeld te worden. Dat is echt veel nadenken voor mij. Trucroute 2.2. Ah, dat is waar. Nu ik het mij besef, ik moet nog een truckdepot in de stad zelf bouwen. Ja, er zal toch wel een gebouw voor moeten optieven eigenlijk. Oké, deze twee gebouwen. Wauw, hoeveel kost dat om dat? Oh my god. Oké, dan kan ik eigenlijk wel gelijk beter die straat een beetje verder maken. Zo. Ja, en hier dan wel een bus. Ja. Oké, dat is mij echt wel 10 keer goedkoper uitgekomen. Dat kost gewoon 800.000 om een gebouw weg te doen. Hoe belachelijk is dat nu? Weer al trucks gaan kopen of paardenkoetsen. Olie. 1, 2, 3, nee. Ja, ik kan niet tellen. Route toewijzen. Terugroute 2.1. Koop werkvoertuigen. 1, 2, 3, 4. Oh, fuck. Ik heb de verkeerde gekocht. Al gelukkig krijg ik dat geld gewoon terug. Route toewijzen. Terugroute 2. Ja, oké. Dus nu gaan er hier een hoop trucks uitkomen. En hier zijn ook weer een hoop mensen aan het wachten. Oh my god, kijk al die trucks. Al die trucks door die stad aan het gaan, holy shit. Ah, ze gaan zo, oké. Holy shit. Ah, oké, en ja, nice. Oké, er zijn al gelijk 4 stukjes olie aan het wachten. Maar hier wel nog geen goederen, maar dat is wel normaal, denk ik. Oké, en nu... Oeh, shit, hoe komt dat, joh? Aha, dankjewel, trein. Komt gewoon puur naar mijn trein is aangekomen dat ik niet meer in de schulden sta. Oké. Wat mijn plan altijd is geweest eigenlijk, is om de cargo treinen en... Maar, gast. Waarom de... Huh? Waarom maak je een... Ah, oh, ja, ik snap het al. Ik snap het al. Oh, ik moet eerst natuurlijk een treinspoor bouwen. Dus ik wil hier wel sowieso 2 treins voor hebben. Nee, niet zo. Zo, oké. Nee. Ja, nice. Oké. Dus dan zijn we zo even bezig. Oké. Dan... we zijn echt ineens heel veel geld aan het verdienen. We zijn nog veel, veel geld aan het verdienen. Inderdaad, Wouter. Ik ga het toch nog een beetje uitbreiden. Zo. Oké. Dan is de bedoeling dat het zo gaat. En dan hier een... Oké, dat ziet er nu niet zo geweldig mooi uit, maar het ziet er wel cool uit, dus dat is het belangrijkste. Misschien kan ik er nog wel een paar bomen tussen plaatsen. Zo, maar dat zijn een beetje te grote bomen. Zo. Oké. Oké, deze ziet er wel cool uit, ik ga niet liegen. Dus hebben we ineens nog meer treins voor. En dat is wel cool. Dat is heel cool. Dan ga ik ook wel een beetje verlengen hier, zo. Dus dat is echt wel een aanzet naar onze grotere, mooiere transportwereld. Transportwereld. Dus deze wordt echt wel het treindepot der treindingen, you know. Op zich kun je hier nog wel meer... bomen doen en zo, ik snap het. Oh yeah! Oh yeah, er is iets nieuw. De Bavarian car. Oh. Oké, die heeft olie. En hier doen ze ook al pakketjes. Nog niet zoveel, maar.
Ga eens terug. Ja, die heeft niks. 9 van de 10 ben ik daar nu wel verlies op aan. Ja. Dat is wel een redelijk normaal begin. Dat hoop ik toch. Maar de olie gaat wel goed. Alleen de productie van deze is nog iets anders. Oftewel, ik ben eigenlijk aan het twijfelen. Dus... Oh, wacht. Zijn er nu... Oh my god. Ik hoop voor die kerel dat hij echt heel veel hout heeft. Oké. Okay. Oké, dat gaat allemaal echt wel heel goed. Wauw, hier zijn ze echt ook wel heel goed aan het uitbreiden. Nee, maar dat is goed dan... Maar het is toch wel de bedoeling dat deze onze metropolis wordt, zeg maar. Zeg maar. Dat is mijn stopwoordje. Kijk maar. Oh, dat ziet er zo sexy uit. Je moet echt gewoon... Oh man, die voice crack. Dat is niet leuk. Je moet eens de eerste aflevering kijken. En dan naar de stad. En dan moeten jullie eens kijken hoe groot dat Vinchakker is geworden tegenover de eerste aflevering. Dat is echt gestoord. Denk ik nu ondertussen wel geld maken op de truckroute met de olie. Ja, heel veel geld zelfs. En daar ben ik ook... Je hoort het geld binnenkomen. Oké, okay, dus dat betekent echt wel dat ik een Train Fever Pro ben. Dat is een beetje overdreven, maar... Je snapt het. Oh nee, wacht, dat is fout. Sorry. Sorry. Zo, en de bedoeling is... En ik hoop dat dat gaat lukken, dat er een brug op... Ah, die pijler zit hier, ja. Fuck. En wacht, ik ga even gelijk alles fixen. Op mijn manier. Oké, ik heb er echt een heel groot deel uitgeknipt. En ik heb echt al 1000 keer geprobeerd om een brug te bouwen. Maar het lukt gewoon echt niet, dus het wordt maar een tunnel dan. En ja, een tunnel is ook cool, I guess. Voilà. Dus hier is onze tunnel. Zo. Wacht, komt het al terug boven de grond of niet? Wacht, nee, nee. Nee, dat is niet de bedoeling, maar... Zo. Oké. Ja, en hier komt hij terug boven de grond. Oké. Dus hier hebben we echt wel een megatunnel gebouwd. Allee, ja, mega. Redelijk groot, toch wel. Ah, we kunnen wel niet in de tunnel gaan. Zo advanced is Train Fever dan weer niet. En als laatste wil ik dan toch nog een paar boompjes hier plaatsen. Oké, en hier wil ik dan hetzelfde doen. Oké, en hier wil ik dan nog een klein systeempje bouwen en dan ga ik het zo afsluiten. Oh wauw, niet iedereen kan de trein precies, nee. Er komt dan mijn steden altijd maar aan het groeien en aan het groeien zijn. Hier is heel veel olie en mijn trucks zijn net weg, dus dat betekent nieuwe trucks. Dus geen kolen, maar olie. 1, 2, 3, 4. Route toewijzen. Truckroute 2.com. Ja. Zo. En dan hebben we echt wel al redelijk veel treinsporen in onze dingen. En dat is wel cool. De volgende aflevering wil ik zo een treinspoor gaan bouwen. En dit verlengen. En dan hier een brug over maken. En dan... Dit treinspoor zo laten verder gaan. Hier een station bouwen. Om dan de goederen ja, te leveren naar deze stad. Dat is cool. Ja. En dan hier ook een beetje verlengen. Dus de volgende episode gaan we echt heel veel met treinen bezig zijn. Maar dan ga ik het wel echt wel laten bij deze video. Dus vond je het leuk? Vast een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer. En de volgende keer meer Train Fever. En ik zeg ciao.